Zo, ik stroop mijn spreekwoordelijke mouwen eens even op. Want we gaan vandaag een pasta maken met best wel wat werk. Maar het wordt toch een potje lekker. Het worden tagliatelle. Die ga ik op smaak brengen met een saus van erwtjes. Dat wordt een fluweelzachte saus. Ik ga er een mooi stuk kabeljauw bij bakken. En er komt ook nog tapenade op. Zullen we gaan koken? Tagliatelle met erwten en kabeljauw. Dat is wat ik ga maken. En daar heb je voor nodig een ui. Tuinerwten. Parmezaanse kaas, eieren, groene olijven zonder pit, zongedroogde tomaten, 1 citroen, tagliatelle en een kabeljauwfilet. Aan de slag. Ik heb hier een mooie grote pan. En in die grote pan ga ik een uitje fruiten en dan stoven met de tuinertjes. Want wat ga ik gaan doen? Ik ga een groene saus maken. En niet zomaar een groene saus, maar echt een gifgroene saus. Dat ga je straks wel zien. En die ga ik maken van tuinertjes. Tuinertjes zijn natuurlijk lekker zoet van smaak. Maar ze hebben ook een hele mooie kleur. En die gaan dit gerecht echt een enorme frisse kleur geven. Daarvoor begin ik dus met het snipperen van het uitje. En je hoeft het niet perfect te snijden, want zometeen ga ik het ook nog eens allemaal met de staafmixer fijn malen. Zo krijgen we namelijk de groene saus. Dus gewoon een beetje fijn hakken is voldoende. Er gaat wat olie in de pan. En dan fruit ik de uitjes tot ze mooi glazig zijn. En wat zachter zijn geworden van smaak. En ik voeg vandaag geen knoflook toe. Maar mocht je dat nou in huis hebben en ben je knoflookfan, dan kun je hier natuurlijk makkelijk 1 à 2 teentjes bij fruiten. Dat is hartstikke lekker. Terwijl die uitjes lekker zacht staan te worden, ga ik eens even een flink stuk parmezaan raspen. Als je ooit een keer een carbonara hebt gemaakt, dan weet je dat dit een beetje daarop lijkt. Carbonara wordt natuurlijk niet met room gemaakt. Maar die saus wordt gebonden door middel van eieren en kaas. En eventueel nog wat pasta kookwater. Daar zit natuurlijk zetmeel in als de pasta gekookt heeft. Dus die zorgt ervoor dat je een lekkere gebonden saus krijgt. En vandaag voegen we daar dus ook nog gepureerde tuinertjes aan toe. De kaas heb ik ongeveer 120 gram van nodig. Dus dat is best wel eventjes een flinke hoeveelheid. Zo, de kaas is geraspt. De ui is wat zachter geworden. Mooi glazig. De tuinertjes kunnen erbij. Dit zijn gewoon diepvries tuinerwten. En wie heeft er nou niet zo'n zak in de vriezer liggen? Want je kunt daar echt elk gerecht lekker mee maken. Ik gooi het soms door de pasta, door de frittata's. Dat zijn van die lekkere Italiaanse omeletten. Je kunt er stoofgerechten mee oppimpen. Je kunt het door de couscoussalade gooien. Je kan er zoveel mee. Hier moet nog wat water bij, want ik ga ze stoven. 400 milliliter. Dit is water uit de waterkoker. Dit is al gekookt. En in dat water stoof ik ze dan helemaal gaar. Totdat ze zo zacht zijn dat ik ze mooi kan pureren. En na het pureren gaan we ze weer zeven. Totdat er een mooie groene gladde saus ontstaat. Nou, breng ik dit nog een beetje op smaak. Ietsje zout en peper, niet te veel, want we hebben zo meteen ook al parmezaanse kaas. Oké, dit staat klaar. Hoef ik verder even 6 minuutjes niet naar om te kijken. Door met de rest van de saus. Ik heb hier natuurlijk de parmezaanse kaas geraspt. En wat ik ook toevoeg zijn 2 eieren. Die eieren klop ik gewoon door de kaas heen. En daardoor krijg je een romige massa die straks voor binding en natuurlijk heel veel smaak gaat zorgen bij die tuinertjes. Even goed doorroeren. Dit is ook precies wat je doet als je een carbonara maakt. Dat ei dat gaan we ook niet meer bakken. De hitte van de tagliatelle, van de pasta, die zorgt er eigenlijk voor dat het ei wel gaart. Dus dat je het gewoon kunt eten zonder je zorgen te maken. Maar dat er geen roerei ontstaat. Gewoon even goed mengen. Staat dit ook klaar?
Door met de rest. Want naast die fantastische saus maak ik ook nog een tapenade. En die tapenade maak ik met zongedroogde tomaatjes en groene olijven zonder pit. Deze giet ik af. Echt een hele simpele tapenade wordt het. En de makkelijkste manier om dat te maken is gewoon met zo'n maalbekertje van de staafmixer. Daar gaan de groene olijven in. En ongeveer de helft van het potje zongedroogde tomaten. En ik haal ze nu natuurlijk uit een potje, maar mocht je een keer op een zondagmiddag je vervelen en heel wat tomaten hebben liggen, maak ze eens een keer zelf. Het is namelijk heel makkelijk, maar wel heel leuk om te doen. Je pakt gewoon een bakplaat. Die bekleed je met bakpapier en daar leg je dan lekker wat tomaten op. Misschien halveer je ze, maar je kunt ook een mix van allerlei verschillende tomaten doen. Klein beetje olijfolie, een beetje zeezout en eventueel wat Italiaanse kruiden. En dan op 100 graden, heel langzaam, eventueel met de oven op een klein kiertje, zodat het vocht kan ontsnappen, droog je ze eigenlijk in de oven. En dan zijn het geen zongedroogde tomaten, maar op zondag ovengedroogde tomaten. Superleuk! Deze kun je natuurlijk gewoon in de koelkast zetten. Die zijn nog hartstikke lang houdbaar. Omdat ze natuurlijk onder een dikke laag olie staan. Gaat hier ook nog steeds helemaal goed. Heel simpel. Klein beetje citroensap. Nou heb ik maar een halve citroen nodig. En ik wil straks ook nog om te garneren wat citroen gebruiken. Dus ik snij hem even over de lengte. Meer zodat ik hier straks mooie partjes van kan snijden. En dan hou ik mijn hand er even onder voor de pitjes. Dan gaat het sap bij de tapenade. Kijk wat een hoop pitjes eruit komen. Het is maar goed dat mijn hand daar zat. Klein scheutje olijfolie. Klein beetje zeezout. En heus wel wat peper. En als je het lekker vindt, kun je thuis ook nog een beetje anchovies toevoegen. Of eventueel wat kappertjes, dat is ook super lekker. Maar deze basis is ook al heel lekker. Met de staafmixer maal ik hem tot een mooie gladde tapenade. Kijk, zo is hij goed. Deze leg ik even opzij, want die heb ik zo nog nodig. Deze is ook voor straks. Dan heb ik nog een mooi stuk kabeljauw daar liggen. Die ga ik gewoon heel basic aanbakken in de pan. Die pan die maak ik vast goed heet. En ik heb een groot stuk kabeljauw, dat wil ik natuurlijk verdelen in porties. Dus ik pak de kabeljauw er even bij. Snij ik die vast in stukken. Kabeljauw is natuurlijk een heerlijke witvis die stevig van smaak is, maar wel altijd moet je een beetje oppassen met bakken omdat die in segmenten zit en dan ook snel uit elkaar valt. Maar hij heeft een lekkere neutrale smaak. We hebben natuurlijk al heel veel smaak vandaag, dus wat dat betreft is het wel fijn om een vis met een neutrale smaak te gebruiken. Ik heb hier olijfolie om in te bakken. Die gaat even in een goed hete pan. Pak ik er even een spatel bij. De kabeljauw gaat in de pan, in de hete olie. Want net zoals bij het bakken van vlees moet je hem altijd heel even laten liggen. Niet meteen gaan lopen friemelen in die pan, want dan kun je de huid stuk trekken. Gewoon eventjes laten gaan. Wat je wel kunt doen is even schudden aan de pan om te kijken of die loskomt. Een beetje de smaak brengen met wat zeezout. Daar houdt een visje van, zeezout. Dan heb ik hier een grote pan met kokend water. Daar ga ik de pasta in koken, de tagliatelle vandaag. Ruim zout. Tagliatelle, dat is natuurlijk brede lintpasta. Het leuke is dat zo'n saus zoals deze, die een beetje fluweelachtig is, zich heel goed hecht aan die mooie strookjes.
gaan de nestjes in het kokende water. Ze hebben 7-8 minuutjes nodig. Ik zet zelf altijd een kookwekkertje, zodat ik zeker weet dat ik hem niet te lang kook. Dat is voor mij echt wel een beetje een kleine nachtmerrie, te lang gekookte pasta. Maar goed, dat ben ik. Ik heb natuurlijk ongeveer 300 gram nodig voor 4. Even bij de vis kijken terwijl het water weer gaat koken. Kleine stukje keer ik vast om. Dan kan je ook meteen goed zien hoe het met die segmenten zit. Die vis die valt gewoon heel snel uit elkaar. Het dikke stuk laat ik nog even liggen. Deze keer ik ook vast om. De twee wat dikkere laat ik nog even liggen. Dan de ertjes. Want je ziet dat ze beginnen al langzaam van kleur te veranderen. En ik wil natuurlijk dat ze mooi felgroen blijven. Ik ga de ertjes met het kookvocht in een maatbeker gieten. Ik pak er even een lepel bij om het een beetje te helpen. Ja, zet hem even neer. En met vocht en al kun je hem in de maatbeker scheppen. Even snel bij de vis kijken of alles goed gaat. Kijk, deze kan nu ook mooi omgekeerd worden. Laat ik ze nog heel even bakken, want ik vind te lang gebakken vis ook echt niet lekker. Dus eventjes kort nog even bakken en dan meteen het vuur uitzetten. Terug naar de ertjes. De ertjes, die pureer ik glad met de staafmixer. Kijk, daar komt hij hoor, die mooie groene kleur. Yes. Gifgroen, maar prachtig vind ik. Heel mooi om te zien. Gaan we even de vis uitzetten. Die is denk ik wel klaar nu. Ja hoor. Mooi gaar. Ook even van de pit af, want die pit is natuurlijk vaak ook nog heet. Dan zie je dat die nestjes van de pasta natuurlijk nog helemaal in elkaar zitten. Bij tagliatelle moet je ze wel altijd even met twee vorken uit elkaar trekken. Zodat het niet om elkaar vastplakt. Nou wil ik in deze pan een hele mooie groene fluweelachtige saus gaan maken. Die pan is natuurlijk nog een beetje vies door de stukjes ui. En er zitten nog wat ertjes in. Dus die veeg ik gewoon even schoon. Het gaat er meer om dat de stukjes eruit zijn. Pak ik er een zeef bij. En dat kan gewoon dezelfde zeef zijn als van de olijven. En in dezelfde pan zeef ik eigenlijk de ertjespuree door de zeef heen. Kijk, en dan zie je... Kom even kijken. Oh, dat ziet er mooi uit, hè. Dan blijven al die velletjes van de ertjes, die blijven achter in de zeef. En zo krijg je dus die prachtig mooie gladde saus. Zo doen ze het vaak ook in restaurants. Het ziet er mooi uit, zeg. Ik word er echt heel blij van zelfs. Ja, dat snap ik. Goed, ik ga de pasta afgieten. Ik ga wel even een klein beetje van het kookvocht apart houden. Want dat kookvocht kan ervoor zorgen dat hij zo meteen nog iets mooier gaat binden. Dus gewoon even met een soeplepel in een kommetje of in een beker hou je wat van dat water eruit. En doe geen water uit de kraan, want in dit water zit natuurlijk super veel zetmeel dat uit de pasta gekomen is. Dus daardoor gaat je saus extra mooi binden. Deze hebben we zo weer nodig. Dan het afgieten van de pasta. Pannenlappen, grote zeef, de gootsteen. Dan kan het vuur uit. Deze gauw weer mee terug. Want nu moet ik even doorwerken. Ik heb hier natuurlijk de saus van de ertjes.
En die saus die zet ik niet weer terug op het vuur. Ik laat hem gewoon in de pan zitten. Maar ik voeg nu wel het ei-kaasmengsel toe. En dan snel doorwerken, want die pasta die is nu nog heet. En zo meteen gaat die hitte van die pasta ervoor zorgen dat je dus gaar ei krijgt. Maar dat het wel mooi fluweelachtig glad is. Net als een carbonara, net een soort roomsaus lijkt zonder dat je de room aan toe hebt gevoegd. Huppatee, gauw die dampende tagliatelle erdoor. Huppatee. Kijk nou eens, fris groene saus. Volgens mij is het zo al super lekker. Gaat nu ook nog een stukje vis op natuurlijk. Maar als je vegetarisch bent, kun je dit natuurlijk heel prima ook zo doen. Hè? Doe je er misschien nog wat aparte groenten bij. Of je rast er gewoon lekker nog flink wat parmezaan overheen. Lekker hoor. Nou, het kookvocht heb ik niet nodig. Want ik vind dat die zacht genoeg is. En dat er genoeg vocht in de pan zit. Maar mocht je dat thuis nou niet hebben, dan giet je gewoon nu een klein beetje kookvocht bij. En dan ben je er eigenlijk al. Nou, ik roer deze nog even goed door. Ik vertel jullie ook even wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we het over een hele andere boeg gooien. We gaan namelijk hutspot maken. Een hutspot met een notencrumble en met saucijzen. Die hutspot die ga ik natuurlijk maken met hutspotgroenten. Dat spreekt natuurlijk redelijk voor zich. Maar die ga ik niet gewoon koken met de aardappels. Die ga ik namelijk roosteren in de oven. En daardoor krijgen ze een lekkere, zoete, wat intensere smaak. Dus dat is heel lekker. Van de saucijzen ga ik kleine gehaktballetjes maken. En ik maak een notencrumble met honing. En dat is natuurlijk heel lekker om uiteindelijk als een zoete topping over je hutspot heen te doen. Dus morgen super lekkere stampot met een twist. Ik vind het er goed uitzien. Misschien moet ik het even proeven. Even kijken of er nog wat zout en peper doorheen moet misschien. Er zit natuurlijk behoorlijk wat Parmezaanse kaas doorheen, dus het zal wel meevallen. Nou, daar ga ik. Oh, dat zoete van die erwten. Super lekker. Klein beetje peper. Een kleine draai met de zoutmolen. Nou, dan ga ik alles klaarzetten om het op te dienen. Deze kan naar achter. Dan heb ik hier nog een mooi citroentje liggen. En dat serveren we zo meteen lekker bij de vis. Klein partje. Ja, dit ligt ook klaar. Pitjes er vast uit. Dan heb ik natuurlijk de tapenade. Daar komt een lepel bij. Ik heb de pasta. Ik heb de visjes. Dan heb ik natuurlijk nog een bordje nodig. Dan pak ik even een grote tang erbij voor de pasta. Even goed zorgen dat die saus zich om de tagliatelle heen hecht. Kijk dan. Oh. Heerlijk bordje pasta. Kan je me altijd voor wakker maken. Super lekker. Een stukje kabeljauw erop. Lepeltje tapenade. En dan neem ik hem mee naar de plek waar die uiteindelijk op zijn mooist is. Citroentje erbij. Een klein drizzeltje olijfolie. En voor de kleur, als het er toch staat, een takje peterselie. Zoals collega's van mij dat zeggen. Een takje gezelligheid. Kijk, lekkere tagliatelle met een fluweelzachte saus van tuinerwten en een uitje. En Parmezaanse kaas en ei, super lekker. En daarbovenop een lekkere lepel van die tapenade met zongedroogde tomaten, groene olijven, een beetje citroensap, een beetje olijfolie. Ik vind het er lekker uitzien. Ik zou zeggen, maak het lekker thuis en laat het me weten. Eet smakelijk!